hebben hier een boutique hotel ontwikkeld. Het was al een bestaand hotel. En dit hebben we in samenwerking met een designer hebben we dit ontwikkeld naar iets nieuws. Daar moesten we heel veel aanpassingen voor doen voor het comfort van de gasten. Wij wilden geen airconditioning. Wij wilden een natuurlijke, een relaxte sfeer hebben in de kamer. Dus geen blazende elementen. Daarom hebben we gekozen om vloerverkoeling te doen. Daarvoor moesten we de isolatie van het hele pand heel erg verhogen. In dit pand is Fineo glas toegepast. Fineo is ultra dun isolatieglas. Dit glas is verkrijgbaar vanaf een dikte van 6,5 mm en heeft met die 6,5 mm dezelfde isolatiewaarde als trippelbeglazing van 32 mm dik. Naast de goede thermische eigenschappen met een U-waarde van 0,7 mm heeft het ook een uitstekende geluidswerende eigenschap van 30 dBA. Het is natuurlijk een rijksmonument uit 1663. En omdat het monumentaal is, is het heel lastig om daar iets mee te doen. Totdat Fineo glas kwam. En die zorgt heel goed voor geluidsisolatie, maar ook voor warmteisolatie. En dat zorgt ervoor dat wij dus met vloerverkoeling de kamers op een hele relaxte manier, op zowel thermisch, dus goede temperatuur kunnen krijgen, maar ook de geluidsoverlast van de straat kunnen verminderen. Voor de monumentale status van het pand werd geëist dat de voorzijde, het Fineo, gecombineerd werd met monumentale beglazing. Dat zie je ook goed terug als je langs de gevel loopt met de trekstrepen erin. Wat een echte uitdaging was bij dit pand is dat er heel veel scheve ramen in zaten, wat strak moest worden ingemeten en op maat is gemaakt in de fabriek. Het was het eerste pand dat we beglaasd hebben met Fineo en dat is uitermate goed bevallen. Want door de beperkte dikte van het glas kunnen we het zo in de sponning kwijt. En hoeven we niet te vrezen, en dat scheelt veel arbeidstijd.